Wil jij weten hoe je een zwarte specht kan herkennen, wat voor geluid die maakt en waar je ze kan vinden in Nederland? Blijf dan zeker kijken, want in deze video staat de zwarte specht in de kijker. De zwarte specht is de grootste specht die je in Nederland tegen kan komen. Met zo'n 50 centimeter lengte en een spanwijdte van ongeveer 70 centimeter is het een indrukwekkende verschijning. Zijn verenkleed is volledig zwart. En het mannetje en vrouwtje zijn alleen van elkaar te onderscheiden doordat het mannetje een rode kopvlek heeft die doorloopt tot aan de snavel en het vrouwtje alleen een rode kopvlek heeft die op de achterkant van haar kop zit. Zwarte spechten maken veel verschillende geluiden. Zo heb je de zang, de roep als ze tegen een boom zitten, de roep in vlucht, de contactroep tussen een paardje en natuurlijk de roffel, alsof er een machinegeweer afgaat in het bos. Wat een geluid, hè? Het favoriete voedsel voor zwarte spechten dat bestaat uit mieren en insectenlarven, die ze bij voorkeur zoeken in naaldbossen. Die mieren en insectenlarven die kunnen ze zowel zoeken tegen bomen, waarbij ze bomen helemaal uit elkaar kunnen tikken, als op de grond in doodhout of bijvoorbeeld mierenhopen. Wil je graag meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op mijn kanaal. En vergeet dan niet het belletje aan te zetten. Dan krijg je iedere keer een notificatie als er een nieuwe video online staat. Zwarte spechten vind je in Nederland in gebieden waar een combinatie staat van naaldbomen en loofbomen. De loofbomen, bij voorkeur beuken, goede dikke bomen met een mooie gladde stam, gebruiken ze om hun nesten in uit te hakken. Ieder voorjaar hakt het mannetje een aantal nieuwe nesten uit en kiest het vrouwtje uiteindelijk waarin genesteld wordt. Na de paartijd, die meestal in februari en maart is, legt het vrouwtje ongeveer 2 tot 4 eieren. Vervolgens zorgen beide ouders voor de jongen. Dat wil zeggen, ze broeden samen de eieren uit en ze zorgen dat de jongen gevoerd worden. Meestal na ongeveer 1 week of 4 zijn de jongen groot genoeg om het nest te gaan verlaten. Dat doen ze maar 1 keer. Ze vliegen dan uit de nestholte en keren niet meer terug. Ze worden dan nog een tijdje verzorgd door de ouders, totdat ze zelf oud en wijs genoeg zijn om zelf hun voedsel bij elkaar te kunnen vinden. Goede gebieden om zwarte spechten te zien in Nederland zijn bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, de beste tijd om zwarte spechten te zien is toch echt in februari en maart. Dan is namelijk de paartijd en zijn ze extra luidruchtig. Dan kan het zomaar zijn dat als je door het bos loopt, je opeens die zware roffel hoort alsof iemand een machinegeweer afschiet. En nu weet je alles wat je nodig hebt om zelf een zwarte specht te kunnen herkennen en waar je hem eventueel tegen zou kunnen komen. Mocht er nou nog iets zijn waar je benieuwd naar bent, laat het dan weten in de comments. En als je nog een suggestie hebt voor een andere soort die ik een keer uit kan lichten in zo'n video, laat het dan ook zeker weten. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Zie ik je de volgende keer weer.